Dag beste kijkers, in gesprek met, het is weer zover. Normaal is het ja de hobby's en andere zaken, maar nu gaan we iemand anders benaderen. De man die eigenlijk vanuit een vishobby een andere hobby heeft gemaakt en uiteindelijk de man is geworden die zich professioneel met fotografie is bezig gaan houden. Zijn naam is? Benny van der Werneforst. Ja, Benny van der Werneforst, jij bent een jongen die eigenlijk in het verleden als jonge jongen begonnen bent als hobby vissen. Klopt, ja. Dat deed je altijd, op wat voor vissoort zat je altijd? Karpen. Karpenvisserij. Klopt, ja. Doe je dat nog steeds hedendaags of? Bijna niet meer. In mindere mate? Zeer mindere mate. Ja, jij ging altijd karpen vissen, overal door heel Nederland, want je hebt overal wel gezeten. Klopt, ja. Wat was de passie achter die karpen? De uitdaging om steeds weer wat te vangen, iedere keer nieuwe technieken, tactieken. Ja. En ja, gewoon hoe dat precies komt, kan ik ook niet uitleggen, maar het was gewoon een hele passie. Daar ging al mijn geld, alles ging daarin. En ja, en het was gewoon iets wat ik zeg, maar ik kan het eigenlijk niet, het was een pure passie. Het ging gewoon. Je was eigenlijk min of meer ook verslaafd, hè, aan de karpenvisserij. Je kunt wel zeggen een obsessie. Ja, hè? Ja. En dat heeft ook met de das omgedaan. Ja, je maakte je eigen boilies en alle andere zaken. Dat zijn de ronde balletjes voor degene die het niet weten. Maar... Klopt, ja. Maar ja, je vangt een mooie vis. En jij maakte uiteindelijk ook foto's, hè? Klopt, ja. Vanaf statief mezelf ontspannen, ja, klopt. Heb je mooie vissen op de kiek kunnen zetten? Ja, ik heb wel mooie vissen erop kunnen zetten, ja. Ja, de periode nog met de filmrolletjes neem ik aan. Dat klopt, ja. En had je toen al een beetje gevoel voor de fotografie? Dat je zegt, nou, dit is wel leuk om eens een keer in de toekomst verder op te borduren? Ik had al vrij gauw in de gaten, want eerst in het begin gaat het natuurlijk op de automatische stand. Maar dan krijg je de foto's van de fotograaf terug, die dat moet ontwikkelen, krijg je terug. Ja. En dan ga je naar die foto's kijken en dan denk je, als ik dat met een professional vergelijk, dan klopt er iets niet. Toen ben ik al heel snel van de automatische stand afgegaan. In het begin heel veel foto's die ook mislukken gewoon. Ja. Maar daardoor leer je ook heel veel. Dus op een gegeven moment kreeg ik door hoe standmatige stand werken, de ISO-waarde. Dat je van de ISO-waarde kon afwijken met een rolletje, noem alles maar op. Ik ga het niet te technisch houden, maar ik kreeg... Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik kreeg het hele spelletje door. Ja. En zo is dat langzamerhand, is dat verder gegaan. Ik had toen ook nog het geluk dat ik af en toe met een andere man in Zwolle, mijn beroepsfotograaf, mee mocht. Dus daar heb ik ook wat van geleerd. En deed je dat toen nog in de periode van de fotorolletjes? Of digitale fotografie? Fotorolletjes. Ja, dus de techniek die had je wel onder commando, om het zo maar te zeggen. Negatief, maar op negatief, ja. 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 En dan uiteindelijk kom je in de digitale wereld, dat is heel wat anders, hè? Klopt, ja. Dat is heel anders, ja. Ja. Daarvoor ben je ook regelmatig naar Apeldoorn geweest, om wat bij te scholen, om het zomaar te noemen. Ja, basisopleiding heb ik alleen, ja. Ja, en dan, wat ligt jouw, iedere fotograaf in zijn kwaliteiten. De een die schiet voetbalfoto's, ja. De andere portretfoto's, die gaat naar bruiloften. Maar wat is jouw specialiteit? Portretfotografie. Portretfotografie? Ja. En dat is puur op basis van, hoe moet ik dat zien? Ik werk zowel in opdracht en ook wel voor modellenbureaus, maar ook wel, ik doe ook wel heel af en toe op TFCD basis. Dat is zeg maar gewoon voor portfolio aanvulling, maar dat doe ik zeer sporadisch, want er moet iemand echt een aanvulling zijn op mijn portfolio. Anders doe ik dat niet, want ik ga niet voor niks reizen of wat dan ook. Nee. Om iemand maar zo op de foto te zetten of zo, dan moet het echt een aanvulling voor zowel het model als voor mij op het portfolio zijn. Ja. Want anders doe ik het beslist niet. De kans dat ik dat tolereer, want ik krijg aanvragen, zat daarvoor. Het staat ook wel op mijn website. Er wordt maar 5% ongeveer van gehonoreerd. Ja. Dus meer niet. Je bent professioneel geworden eigenlijk. Want ja. van de hobby was je professioneel fotograaf. Ja, klopt, ja. Heb je toen in de beginfase al gelijk het modellen opgepakt of heb je van alles gedaan? Ik heb van alles gedaan in het begin. Om erin te komen? Ja, van alles. Sportfotografie, persfotografie, ook wel portretten, nou, noem alles eigenlijk maar op. Eigenlijk. Ja. Landschapfotografie. Zijn er dan mensen die ook jou bellen voor het modellenwereld? Want je moet, als je model fotografeert, zal ook in een blad verschijnen natuurlijk.
Ja, er zijn wel mensen die me daarvoor bellen, ja. Ja. En dan, maar dan spreek ik met hun een datum af. Het liefste zie ik mensen altijd eerst persoonlijk voor de tijd. Kan niet altijd. Maar ik wil graag eerst een binding met iemand hebben van, hoe is iemand? Dat lukt lang niet altijd hoor, maar nee. Het is wel zo. Je moet een soort feeling met iemand krijgen. Daar kan ik een voorbeeld van geven. Stel maar, nou ga ervan uit dat ik iemand voor de tijd nog niet gezien heb. Nee. Je moet ik in opdracht fotograferen. Als ik dan ergens binnenkom, dan bekijk ik eerst goed de ruimte. Het eerste waar ik naar kijk als ik binnenkom, hoe ziet die persoon eruit? Ja. Hoe ziet de omgeving eruit? En aan de hand daarvan, omdat ik altijd op locatie fotografeer, dus niet in studio. Aan de hand daarvan ga ik bepalen hoe ik iemand ga portretteren en hoe ik iemand neerzet. En dat overleg je samen? Ja, dat overleg ik dan. Ik heb jij een model die erbij uitschiet? Dat je zegt, nou, daar ben ik meestal wel mee op pad. Iemand die ik heel graag mag portretteren is Anna Skorowska. Dat is een Poolse naam. Ja, klopt, ja. En daar ben je heel veel mee bezig om portretten te fotograferen. Ja, die mag ik heel graag fotograferen, ja. Die voelt precies aan wat een fotograaf wil. Iedereen moet je wel eens wat bijsturen, maar die hoef ik weinig bij te sturen. Die voelt, ik kan het niet goed uitleggen, als een bepaalde houding aan moet nemen, dan neemt ze dat zelf al aan. En ik vind het gewoon fijn werken met haar. Dat is gewoon een goede wisselwerking, laat ik het zomaar zeggen. Een hele goede... Ik voel haar tenminste wel goed aan en ik neem dat zij mij ook heel goed aanvoelt. Ja. Want anders kun je die foto's op die manier niet maken, anders lukt dat niet. Dan moet je wel een bepaalde feeling voor hebben. Ja, dan moet je een feeling hebben, ja. Maar het is niet zo dat ik zeg, maar als ik iemand moet fotograferen waar ik nooit ben, die moet ik ook gewoon normaal vast kunnen leggen op een portret. Maar dan moet je in die korte tijd moet je wel een goede band met elkaar kunnen scheppen om tot een mooie foto te komen. Maar bij Anna Skorowska, is dat gewoon, ja, ik vind dat gewoon van professionele klasse. Het is gewoon een, ze voelt precies goed aan hoe als ze moet poseren, wat voor houding dat ze aan moet nemen, nou noem alles maar op. Dat. Ja, je hebt er tussentijd ook even een poos uitgelegen. Ja, het is een gevreesde ziekte die je hebt gehad. Ja. Je hebt een poos, meer dan een jaar ruim, niks eigenlijk officieel kunnen doen. Jij hebt zaadbalkanker gehad, hè? Klopt, ja. Ja. En je kreeg te horen zaadbalkanker. Ja. Was het niet schrikken voor je geblazen? Als ik eerlijk ben, natuurlijk schrik je. Na de tijd ben ik meer geschrokken, maar op het moment zelf. Ik ben de hele tijd er heel rustig onder geweest. Ja. Ik heb eigenlijk heel weinig last van schrik gehad of bang voor iets of wat dan ook. Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, je moest op een gegeven moment ben je naar Zwolle geweest. Ja. Daarna met spoed naar Groningen, want de zaadbalkanker was eigenlijk genezen. Klopt, ja. Maar bleek later toch nog weer iets verspreid te zijn in je lichaam, hè? Ja, boven mijn rechter bovennier. Ja. Bleek een tumor te zitten van bijna 5 centimeter doorsneden. Ja. En dat moest gelijk aangepakt worden. De arts gaf ook eerlijk aan in Zwolle van, dat is niet meer mijn specialiteit, dus je moet gelijk naar een universiteitsziekenhuis in Groningen. Dus naar het UMCG, zeg maar. Ja. En dan komt de genezingsproces. Ja. Je woont elke maand voor controle naar het ziekenhuis. Het is nog steeds positief. Klopt, dat is. Maar er komt ook, het is raar dat ik het zeg, maar uit de zaadbalkanker komt ook iets positiefs, want er is een project opgezet, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja, en dat project zal te zijner tijd jouw opdracht zijn om uit te voeren. Ja, klopt, ja. Hoe zit het in elkaar? Dan ga ik mensen, ik mag er eigenlijk niet al te veel over zeggen, maar dan ga ik mensen portretteren om het taboe te doorbreken. Want heel veel mannen schamen zich er nog voor dat ze zaadbalkanker hebben. Ik zelf schaam me er niet voor, want ik zeg altijd, je kunt er niks aan doen dat je ziek wordt. Maar heel veel mannen die schamen zich er toch voor, omdat ze één bal kwijt zijn. Ja. En, ja, noem alles maar op en het zit op een rare plek. En heel veel mensen, ja, er rust een taboe op, zeg maar. En dat wil ik doorbreken met dat project. Ja, jij maakt de foto en dan komt een schrijver en die maakt het verhaal van de desbetreffende persoon die je op de foto hebt geplaatst. Er komt een tentoonstelling, maar omdat een tentoonstelling maar eenmalig is, dan is dat na de tijd weer weg en zijn de mensen het vergeten. Daarom wordt er na de tijd ook nog een boekje gemaakt, zodat het altijd blijvend is. Ja. Zodat er een tekstschrijver, die maakt dan tekst bij mijn foto's. En dat doe ik gewoon heel belangeloos. Dat is niet iets waar ik aan wil verdienen. Wat geeft dat van gevoel dat jij daarvoor wordt benaderd? Bijzonder gevoel? Een eervol gevoel. Dat je mensen een gezicht mag geven die
ook de gevreesde ziekte gehad hebben, zadelkanker in dit geval, want daar gaat het specifiek om. Ja. Dat je die mensen als het ware, dat ze die taboe doorbreken, dat ze zich meer prettiger eronder voelen, dat ze er opener over gaan spreken en zo. Ja. Want het is gewoon zo, er rust een ontiegelijk taboe op. Tenminste, wat ik zelf bij mensen gezien heb die het ook aan, ja. Die hebben een taboe op. Sommigen niet, maar ook heel veel mensen wel. Dus, en dat wil ik doorbreken met dat project. Ja, laten we hopen dat dat lukt natuurlijk. Ik heb er alle vertrouwen in, jij ook? Ik heb er alle vertrouwen in, ja. Goed, ja. Goede zaak. Ja. Jij zit niet stil, Benny van der Werfhorst, want je bent ook een man vol ideeën. Het moet allemaal uitgevoerd worden natuurlijk. Klopt. Jij had een idee opgezet om een boekje te maken, een boekwerk. Ja. Van bepaalde personen die ambachtelijk bezig zijn. Hobby's. En hobby's hebben. Ja. Hoe staat dat ervoor? Hoe loopt dat? Gaat het goed? Krijg je medewerking? Ja, dat gaat hartstikke goed. Het boek is al bijna af, dus... Wat zoals het er nu naar uitziet, dan gaat het behoorlijk goed. Ja, ja. En je hebt bepaalde personen op de foto gezet, waaronder bekende namen hier uit deze regio, Henk Lodewijk, een verslaggever. Klopt, ja. Jij gaat met een foto een verhaal vertellen. Ja, klopt, ja. Een documentaire fotografie. Ja, hoeveel foto's per persoon ga je daar zo'n beetje voor plaatsen? Nou, per persoon... Tussen de 4 en 8 foto's, dat moet het hele verhaal eigenlijk vertellen. Ik vind als je te veel foto's in een documentaire stopt, ja. Eigenlijk moet het in zo min mogelijk foto's moet het hele verhaal dekken eigenlijk. Je moet de foto's het ware zien. Ik zal maar zeggen, als een krantenartikel, als daar een foto bij staat, ja. Dan moet in één keer de hele lading dekken. En zo moet dat in dat boek ook zijn. Ja, en die foto vertelt een verhaal, maar dat verhaal moet die foto ook vertellen. Ja, dat bedoel ik, ja. Want er staat voor de rest niet, er staat alleen een klein ondertekstje bij. Voor de rest staat er niks in tekst bij. Nee. Dus mensen moeten eigenlijk gelijk kunnen zien van, althans dat hoop ik, dat ze gelijk zien, oh hier gaat het over. En die kleine tekstjes zijn alleen maar ter ondersteuning, meer niet. Ja. Dat is voor de, dat ik gewoon omdat ik het iets netter vond, heb ik dat erbij geplaatst. Maar het had ook net zo goed kunnen zijn dat ik er niks bij geplaatst had. Nee. Je hebt ook een eigen website. Klopt, ja. Daar heb je heel veel informatie op staan over fotografie. Ja, klopt. Ik kan iedereen naar terecht, particulier en huis en tuin en noem maar op. Alles, particulier. Professionals. Particulier, commercieel, alles. Ja. Ja. Daar kunnen ze altijd iets vinden, hè? Altijd. Heb jij nog toekomstplannen dat je zegt van, dat doel wil ik bereiken? Ja, heb ik toekomstplannen? Een hele moeilijke vraag. Laat ik zo zeggen. Ik hoop dat meer mensen mijn portretfotografie meer gaan waarderen. Ja. Dat het, ik weet dat er nu al heel veel mensen zijn die dat waarderen, maar... Maar ieder zijn smaak, hè? Ieder zijn smaak, want ja. Daar heb je smaak, want ik fotografeer altijd in dezelfde stijl. En altijd zwart-wit of in een lage kleurverzadiging. Althans, het boek is een uitzondering, die is full color. Maar het is gewoon zo dat ik... Normaal in dezelfde stijl heb je mensen die vinden het wel mooi. Ja. En je hebt mensen die vinden het ja, wat mooi. Minder mooi. Ja, maar dat is smaak, dat is puur smaak. Ja. Dus daar kan ik niks aan doen. Maar nou, de portretfotografie is je specialiteit. Ja. Heb je daarnaast ook iets dat je zegt, nou, als dat portretfotografie niet loopt, ja. Dan wil ik op een andere manier verder borduren. Want anders komt de fotografie voor jou, professioneel gezien, dan ook stil te liggen. Ja, dan wil ik iets doen, zeg maar, ook wel met mensen, maar met reisfotografie. Dat ik naar andere landen toe ga, zoals Oostenrijk, België, achteraflanden, Oostbloklanden en alles. Ja. Dat ik daar de mensen portretteer en dat ik die dan weer... doorverkoop aan verschillende bureaus en zo, dan wil ik zoiets gaan doen. Ja, je wilt wel, eigenlijk wel verder beduren daarop. Met mensen, ja. Ik heb niets met landschap. Als ze tegen mij zeggen van, je moet een landschapfoto maken, komt niks van terecht. Nee, je bent geen natuurman. Ik ben wel een natuurman, ik geniet van maar niet de om de fotografie. Nee, absoluut niet. Je hebt je eigenlijk gericht, ja, je komt bij, wel uit de natuur, dat is het mooie ervan, karpenvisserij. Ja. Je maakt foto's van die vissen klopt. En uiteindelijk word je portretfotograaf. Ja, dat klopt. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja, ik heb gewoon, ik heb veel met mensen. Ik kan over het algemeen, kunnen we zeggen, kan ik met iedereen heel goed opschieten. Ja. Ik ben vanzelf, van harte ben ik rustig.
Dat scheelt ook een hele enorme hoop als je iemand moet portretteren, dan dat je iemand voor je hebt staan ja. die van allerlei spastische bewegingen zit te maken en zit te commanderen en te doen. Ja. Dus ik ben heel rustig en ik benader de mensen ook heel rustig die ik op de foto moet zetten. En die krijgen dan ook vaak een heel rustig gevoel. Ja. En ik zeg altijd gewoon als ik iemand op de foto ga zetten, ga gewoon zitten zoals je op lekker zit. En van daaruit ga ik dan aansturen. Dan zeg ik, nou, ik doe bijvoorbeeld één hand eens een keer zo. Doe eens een keer zo. Ja, zo ja. Ga ik dan. Je specialiteit is dat om op het juiste plaats te zetten. Ja, ja, ja. Ja, fotografie, je kunt er de hele tijd over doorspreken, Benny. Ja. Je zit daar ook helemaal vol van. Ja. Professioneel gezien, zakelijk gezien, loopt het goed? Ja, behoorlijk goed op het moment. Je hebt veel aanvragen ook er en daar vandaan. Ja, ook ja. Ik heb ook reeds begrepen dat er al grote bladen jou hebben benaderd. Klopt, ja. En die zeggen van, lever eens wat foto's aan, dan kunnen we dat publiceren op een bepaald blad. Ja, klopt, ja. Ja, dat is alleen maar een goede zaak, hè? Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, want we zien dat digitaal een doorbraak heeft gemaakt voor iedereen, hè? Want als ik een cameraatje heb, maak ik een foto. Ja. Hoe zie jij dat verschil? Op den duur gaat kwaliteit altijd met de eerste strijken. Ja. Op den duur. Alleen, ik heb niets tegen amateurfotografen of hobbyfotografen. Die mensen moeten gewoon doen wat ze zelf willen. Ja. Ik moet me gewoon als professional gewoon onderscheiden. Ik moet gewoon. Het zou niet best zijn, laat ik het maar zo zeggen, dat ik mij niet meer kan onderscheiden van een amateur. Of nee. Iemand die het gewoon voor de hobby doet. Dat zou niet best zijn. Dus ik vind dat die ding bij mij ligt. Ik moet zorgen dat ik beter ben. Dan de amateur. Ja, ja, en dat doe je dus. Ja, ja. Door alle reacties van overal vandaan. Ja, klopt. Want Facebook blijkt een mooie media te zijn. Als je kijkt naar het bezoekersaantal, dan zijn die mensen al wel tevreden, hè? Klopt. Ik kan dan dezelfde bezoekersaantallen inzien. En qua unieke bezoekers, ja gaat het behoorlijk hoog qua unieke bezoekers. Ja, ga naar 3.000, 4.000 soms. Soms zo hoog, dan wordt alles geblokkeerd, hè? Ja, ik had het dataverkeer van een van mijn modellen, Anna Skorowska. Ja. Die was geblokkeerd. Tenminste, dat werd mij verteld door iemand die daar verstand van heeft. Ja. En die zei, ze hebben waarschijnlijk je dataverkeer totaal platgelegd. Omdat je ook gesponsorde berichten kunt plaatsen. Ja. En Facebook gaat ervan uit dat het dan. Moet ik even kijken hoe ik dat uit moet leggen. Als ik die gesponsord bericht, ik daar bovenuit kom. Ja. Dan moet je eigenlijk bijbetalen, weer aanvraag doen. Ja. Dan word je ook weer opengezet. Ja. Maar de aanvraag is zo hoog. Ja. Maar kunnen mensen de foto's bekijken? Wat voor naam heb je precies als de website? www.benny met y, Benny van de Wermvorst, -fotografie.nl. Goed Benny, ik wens je heel veel succes. Ja. Ik hoop dat het goed zal gaan, zeker ook in de toekomst. Ten eerste met je gezondheid, want dat staat voorop. Ja. En ook met je fotografie. Wie weet, krijgen we nou een expositie, misschien wel binnen de gemeente. Ja. Je weet het maar nooit, hè? Dat weet je nooit. Ik heb er nog geen plannen voor. Nee. Maar als ze me de aanvraag zouden doen, dan ben ik daar wel bereidwillig toe. Dan, dus die kans bestaat er nog een keer? Ja, ik ben er niet sceptisch over. Nee. Nee. Heel goed. Ik wens je heel veel succes ook in de verloop natuurlijk van de fotografie. Ja. En wie weet komen we elkaar zeker weer een keer tegen. Dat weet ik wel 100% zeker. Heel goed. Ja. Dank u wel. Graag gedaan.